We bereiken het skigebied de Seiseralm via München, Kufstein en dan bij Innsbruck de Brennerpas op en vlak voor Bolzano de autobaan af. En dan rijden we Valkardene. Vanuit de plaats St. Ulrich gaan we dan de Seiseralm op. We zitten onderaan de kabelbaan. Ja. We gaan straks met de kabel omhoog. Oké. Okay. Erg hoog? Nee, niet erg hoog. Nee. Hier, waar gaan ik zal we het je even laten zien. Ja, we gaan er naartoe. Even kijken. We zitten nu hier in Ortisei. Ja. St. Ulrich. Ja. We nemen deze kabelbaan omhoog. Ja. En dan gaan we op dit gebied, dat is de Seiseralm. Ja. En het woord alm zegt het eigenlijk al, want dat betekent beide. Okay. Dus het is alm, okay. Vandaar dat wij hier ook gaan skiën. Oh ja. Heb ik ook een leuk hutje uitgekozen. Deze. Ja. Daar gaan we lekker eten. Hey, lekker. En lekker drinken. Okay. Maar we gaan nu eerst naar boven. Bij dit decor? Nou, ik hoorde dat die film van Sylvester Stallone, Cliffhanger, is hier opgenomen. Hè? Of een James Bond film. Iets wat natuurlijk wel een beetje avontuurlijk en sporty is. Zo, mooi hoor. Mooi hè? Ja. Het wilde bizarre karakter van de Dolomieten levert de skiverslaafde een passend decor. De pistes zijn relatief gemakkelijk en plezierig, maar ook de meer geoefende skier zal hier aan zijn trekken komen. Mijn eigen limo, mijn eigen sneeuwlimo. Okay. We gaan hiermee naar beneden. Ja, hier heb ik zin in. Oké, okay. Jij gewoon erop? Ja. Nee, het is heel leuk. Dit doe jij gewoon voor je werk. Dit doe ik gewoon voor mijn werk. Zwaar hoor. Het is heel naar. Ja. Maar ja, had ik maar een vak moeten leren. Ja. Het skigebied in totaal is enorm en biedt zeer veel pistekilometers voor alle niveaus. Je hebt hier 250 kilometer aan piste. En alles is eigenlijk voor de beginnende of voor de net iets meer beginnende skier. De Seiseralm is verder ideaal voor langlaufers en beginnende skiers, dus ook voor families. Wauw, heerlijk. God jongens, wat is dit dan? Oh, dit zijn alle lokale roosvleur. Ik heb voor ons allemaal traditionele gerechten van de Dolomieten. We zitten nu op 2000 meter hoogte. Dit is spek. Dit is gekochte spek met sauerkraut en knudel. Dit is keizersmarren, een soort pannenkoek met himbeeren en poedersuiker. Ontzettend lekker. En dit is een ragout. Een soort goulash. Ah, ja. Ik vind het wel gigantisch afzien dit hoor. Erg is het, goh, hè? Dit vind ik wel heel zwaar. Ja, snap ik. Nou, op dit... Het zware leven in Snow Magazine. Jezus. Hier kom je toch helemaal tot jezelf en dan kan je weer verder met het leven. Je moet toch ergens weer een beetje bijtanken om weer inspiratie te krijgen en door te gaan. Ja, want deze omgeving staat dus ook bekend om het ontspannen, het relaxte. Ja. Er zijn heel veel van dit soort hutjes. Ja. Waar je lekker kan eten, lekker kan lezen. Je kan hier ook blijven slapen trouwens. Oh, dat is... Dan heb je echt midden op de piste slaap hier. Ja.